2022. So congratulations to you all. I think a small applause or a big applause. Connect event van Top Employers is belangrijk, omdat je altijd weer iets op kunt steken. Toen ik zelf als Top Employer naar dit soort events ging, ging ik er van tevoren met het idee naartoe. Als ik 1 of 2 ideeën mee kan nemen, dan was het alweer winst. En daarom stimuleer ik ook altijd mensen uit mijn team om events te bezoeken, om daar weer van te leren als team en te groeien voor onze hele organisatie. Wat ik persoonlijk heel fijn vind aan Top Employer is dat het een mooie manier is om je HR-praktijken te auditen. Dus te valideren op hoe goed ze zijn. En dit geeft ons de gelegenheid om van operating company naar operating company te vergelijken en best practices te delen. En we kunnen natuurlijk benchmarken door de hele industrie heen en ook daar weer leren van wat andere bedrijven doen. Top Employer branding has actually enhanced that experience for us, and we were proud to hold it and say to both our new joiners and the existing employers that we are the Top Employers. Nou, ik vind dat als je Top Employer bent, best daar wat mee mag opscheppen. En waarom? Het getuigt van professionaliteit. Het getuigt ook van het kwetsbaar durven opstellen als HR-team. En als je daar dan met vlag en wimpel voor slaagt, mag je dat ook intern vertellen. Wat meer op de voorgrond treden van we hebben het goed voor elkaar hier als team. En dat is goed voor de organisatie. Wat HR gaat terugvinden in ons programma is een manier om een nulmeting te doen van wat je allemaal doet op het gebied van HR. En daarna direct bronnen van inspiratie om het in de toekomst beter te doen. Ik ken persoonlijk geen enkele HR-organisatie die het niet in zich heeft om te leren en om erop vooruit te gaan. Wel, dan is Top Employer zeker een aangewezen keuze.